Het is verstandig om tijdig na te denken over uw pensioeninkomen. Ook al lijkt uw oude dag misschien nog ver weg. Het inkomen van gepensioneerden bestaat uit drie pijlers. De AOW, het pensioen en een eventueel aanvullend pensioen. AOW krijgt elke Nederlander. En veel mensen krijgen daar nog een gespaard pensioen bovenop. De combinatie van die twee, AOW plus pensioen, is niet voor iedereen toereikend. Bovendien willen sommige mensen eerder dan op de pensioenleeftijd stoppen met werken. Daarom bestaat de mogelijkheid om te sparen voor pensioenaanvulling. Hiermee doelen we op sparen, beleggen of het aanschaffen van een lijfrenteverzekering. Maar sinds 2008 kunt u ook nog kiezen voor banksparen via een bancaire lijfrenterekening. Banksparen is een soort spaarrekening waarmee u uw pensioen fiscaal voordelig aanvult. Bij banksparen zet u een bedrag op een speciale rekening, de bancaire lijfrenterekening. U kunt in één keer een bedrag storten, maar ook elke maand of elk jaar een beetje. Op de rekening ontvangt u rente en zo kunt u een aardig bedrag bij elkaar sparen. Dat bedrag kunt u laten uitbetalen als u met pensioen gaat. Het gespaarde bedrag wordt dan aan u uitbetaald, uitgesmeerd over een aantal jaren. Hoeveel jaren, dat bepaalt u zelf. Er gelden wel een paar regels vanuit de Belastingdienst. Kijk op belastingdienst.nl of vraag uw financieel adviseur ernaar. De bancaire lijfrenterekening heeft verschillende fiscale voordelen. Zo hoeft u over het bedrag dat u op deze manier opbouwt geen vermogensbelasting te betalen. En over het geld dat u op de rekening stort, betaalt u geen inkomstenbelasting. Er zit wel een maximum aan deze belastingvrijstelling, de zogenaamde jaarruimte. Uw jaarruimte is eenvoudig te berekenen op de website van de Belastingdienst. Let op, wanneer u het geld laat uitkeren, betaalt u wel inkomstenbelasting. Dit noemen we uitgesteld belastingbetalen, wat vaak voordeliger uitpakt. Kortom, u profiteert optimaal van belastingvoordeel. De voordelen gelden alleen als u het gespaarde geld gebruikt als periodieke aanvulling van het pensioeninkomen. Wilt u het geld toch in één keer laten uitbetalen, dan moet u alsnog belasting betalen en vaak ook een boete. Dat kan erg onvoordelig zijn. Kortom, het sparen voor een grote uitgave kunt u beter doen met bijvoorbeeld een gewone spaarrekening. Slim sparen met de bancaire lijfrenterekening kan op verschillende manieren. Om te beginnen kunt u kiezen om maandelijks, tegen een aantrekkelijke rente, een bedrag op de rekening te storten. Of u zet een bedrag vast voor bijvoorbeeld 5 of 10 jaar tegen een vaststaande rente. Dan is de rente meestal hoger. En natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om het geld te beleggen. Met beleggen heeft u kans op een hoger rendement, maar loopt u ook het risico een deel van het geld te verliezen. Uw pensioenaanvulling valt dan dus lager uit. Een combinatie van sparen en beleggen kan natuurlijk ook. Zo bepaalt u zelf hoeveel risico u wilt lopen. Laat u zich hierover goed adviseren door een financieel adviseur. Nog even samenvattend. Heeft u een pensioentekort en wilt u dat terugdringen? Wilt u extra inkomen op uw oude dag? Of misschien eerder stoppen met werken? Dan is sparen voor een aanvulling op uw pensioen misschien iets voor u. Omdat beslissingen over uw financiële toekomst best ingewikkeld zijn, kunt u bij Deltaloid alleen via een financieel adviseur een bancaire lijfrenterekening openen. Op deltaloid.nl vindt u een financieel adviseur bij u in de buurt. Veel succes bij het plannen van uw financiële toekomst!